bij wezen. Dit is Relax80nl vlog nummer 56. En vandaag was het de warmst gemeten aprildag ooit. En ook nu in de avond is het nog steeds hartstikke lekker. Ik dacht, nog even een rondje in de avond maken. Over anderhalve maand komt natuurlijk de reunie eraan van mijn oude school. Ik dacht, even een rondje Bergen langs de Oudburgweg. En nou sta ik hier in het donker voor het hek van Mytylschool De Ruimte. Ja, het buitenterrein in het donker laten zien, dat gaat helaas niet, want het hek zit natuurlijk op slot. Ja, dan zullen sommigen zeggen van dat gebouw van jouw oude school in Alkmaar, daar mocht je ook niet komen. Maar dit gaan we natuurlijk niet doen. Nee, want dit is natuurlijk nog in gebruik. En dat andere niet meer. Maar, ik kan wel melden, 9 juni, dan is het zover. Dan zijn we er allemaal. Maar dan overdag. Ja, er komt geen avondversie van de reunie, denk ik. En ik denk ook niet dat die tot in de avond duurt. Tenminste, daar ga ik vanuit van niet. Ik ben hier natuurlijk wel ooit eerder in het donker geweest. Want we hebben natuurlijk vroeger een schoolkamp gehad, tot 2 keer toe zelfs hier op het terrein. Met de laatste klas waar ik gezeten heb. Dat was hier achter op het terrein. Ja, wat ik net ook al zei, die plek kan ik helaas niet laten zien. Maar ik ben hier dus wel eerder in het donker geweest. Op dit terrein en natuurlijk in deze school. Ja, scholen zijn normaal gesproken natuurlijk voor overdag. Maar dat zijn ook leuke herinneringen. 'S'avonds zo op dat terrein met de hele klas, kampvuurtje erbij, met destijds de vouwwagen van de leraar, Peter Weijers, waar ik het natuurlijk al eerder over gehad heb. Dat was gewoon te gek. Dat kan ik helaas niet laten zien, dat beeld kan ik helaas niet terughalen. Maar ook al kon het natuurlijk wel, het is natuurlijk heel erg veranderd. Dus die plek waar wij dat kamp hielden, is natuurlijk al lang al niet meer hetzelfde. Dat heb ik overdag al eens eerder laten zien. En het is nu nog steeds prachtig weer. Ik denk dat ik nog maar even een rondje ga maken. Het is hier erg donker. Er brandt niet heel veel verlichting op de Oudburgweg. Dat is eigenlijk nog net als vroeger. Dus ik moet het vooral doen met het licht van de scooter. Dus ik ga hem zo weer even starten. En ik ga hem zo meteen weer richting Noordschewoude natuurlijk. Waar ik tegenwoordig woon. Vele jaren natuurlijk Alkmaar geweest. Hè. Ik woonde daar natuurlijk in Alkmaar in die volksbuurt. Waar ik vroeger op school nog wel veel over verteld heb. Ik ga nu weer even verder. En de kikkers die kwaken ook allemaal mee hier. Ja. Die hoorde ik hier vroeger ook al. Dat ik hier toen was tijdens het kamp. Want daar op dat watertje aan de andere kant van de school, daar zaten ze ook. Dit was hem hier weer even voor ditmaal. Of ik er voor de reunie nog een keer kom. Ja, ik ken het niet zeggen, ik weet het nooit van tevoren. Het is net wat het plan is, net wat in me opkomt. Maar nu was ik een rondje aan het maken en ik rijd toch in de buurt van Bergen. Ik denk, even via de Oudburgweg. Mooi een stukje polder in het donker. En het is hier nog steeds mooi rustig. Er brandt wel licht buiten op het terrein. Maar niet veel in het gebouw. Ze zijn nog wel milieubewust bezig. Ik heb in Alkmaar wel andere scholen gezien. Ja. Er brandde 's nachts zoveel licht, dan kon je met gemak les bij geven. En hier sta ik alweer op de Parallelweg langs de Helderseweg. Niet ver van Schorel. En ik kwam net van die kant af. Ik weet nog wel dat ik in 1988 16 werd. En toen kreeg ik een brommer. Toen was ik dus ongeveer een jaar van die school af. En toen ging ik zo af en toe nog wel eens even kijken op die school. En toen ging ik met de brommer dan via dat fietspad wat hier toen liep. En dan pakte ik ook deze afslag. Ik weet nog wel dat ik destijds nog wel eens berichtjes maakte op cassettebandjes. Ja, een soort gesproken dagboek met wat ik zo wel allemaal gedaan had. En toen had ik het over deze afslag. En dat zei ik als volgt. Ik zeg, een heel stuk buiten Alkmaar, daar is een afslag. Ja. Dan komen mensen er wel uit dat ik het over deze afslag heb. Not. Hier liep toen een fietspad. De Parallelweg, dat is natuurlijk van veel latere tijd. En nu sta ik hier dus weer bij die afslag. Een heel stuk buiten Alkmaar. Maar dat was dus deze waar ik het over had. En dat was een weggetje wat ook vaak als route naar de school gebruikt werd. Door alle bussen die er allemaal kwamen. En ik ga nu via de Parallelweg die richting uit, richting Koedijk. En dan pak ik daar de nieuwe Vlopbrug. Nou ja, die ligt er ook alweer een aantal jaren. En die is ook alweer heel veel stuk geweest. Daar is hij een beetje bekend om geworden, die Vlopbrug. Ja, die was erg vaak stuk. Die is volgens mij in die paar jaar al meer stuk geweest dan de oude Vlopbrug in zijn hele leven. Maar die kant ga ik in ieder geval op. Waar destijds dat fietspad liep. Waar ik toen reed met mijn Tomos. Ja, nou ja, dan is de krant Dink die ik nu heb toch wel een heel stuk comfortabeler hè, dan zo'n oude Tomos A3 met 2-speed. Ja, het had wel een 2-speed, maar nou, laat deze dan maar lekker 1-speed wezen. En hier sta ik inmiddels alweer in een tunneltje onder de Schagenweg. En als je hier zo kijkt, er zijn er genoeg die het tunneltje niet alleen gebruikt hebben om doorheen te rijden. Zo. Je moeder op een bakfiets. Nou. Mijn moeder die leeft niet meer. Maar toen ze nog wel leefde, toen kreeg hij met stokslagen nog niet op een bakfiets. Want daar hield ze niet van. Ja. Maar er zijn er genoeg die hier hun tijd wel aardig verdreven hebben hier. Maar ik ga zo weer even verder. En ik heb ook geen spuitbussen meer bij me. Dat is wel heel erg lang geleden. Dan praat ik over de jaren 80, want dat heb ik allemaal ook ooit nog gedaan. Alleen ik maakte het wel wat knapper dan hier ook trouwens. Ja, dit is gewoon prutwerk. Ja, ik ga weer even verder. Ja, ik heb het hier alweer gezien. Ja. En die akoestiek, nou die heb ik ook alweer gehoord. Gaan we even verder richting het subtropische Noordschewoude. Nou, dat komt vandaag wel uit. Ja, dat was vandaag inderdaad subtropisch. En inmiddels ben ik weer thuis van mijn rondje. Het was een lekker rondje zo in de avond. Het was een stuk beter en aangenamer dan overdag. Ja, het was overdag trouwens erg warm. Ze spraken zelfs over de warmste aprildag ooit. Nou, ik vond het 's avonds in ieder geval prima. Ja, als er nog meer van dat soort avondjes komen, vind ik het prima. Ja hoor, ik vind het heerlijk zo'n avondrondje. Nou, dit was hem weer. Dit was Relax80nl vlog nummer 56. En wat de volgende nu wordt, misschien wel weer overdag, misschien ook wel weer 's avonds. En waar dan ook, we gaan het weer zien. Ik zou zeggen, tot de volgende iedereen. Komt er helemaal goed. Hey, laters.